Dames en heren, goedenavond. In zijn huis op Texel is vandaag, één week voor zijn 82e verjaardag, schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers overleden. Jan Wolkers hoorde met W.F. Hermans, Gerard Reve en Harry Mulisch tot de grote vier van de naoorlogse Nederlandse literatuur. Wolkers debuteerde in 1961 met de verhalenbundel Serpentina's Petticoat. Andere bekende werken zijn Turks Fruit, Kort Amerikaans en Terug naar Oegstgeest. Na 1980 legde hij zich steeds meer toe op de beeldende kunst. Als schilder liet hij zich vooral inspireren door de zee, het landschap, de natuur en de rust. Ook werkte hij veel met glas, zoals bij het Auschwitz-monument dat later door vandalen werd vernield. Wolkers gezondheid liep de laatste tijd sterk terug. De afgelopen week wees onderzoek in het ziekenhuis uit dat hij lichamelijk op was. Jan Wolkers is in 1925 in Oegstgeest geboren. In een gereformeerd gezin waar luid en duidelijk de Bijbel werd gelezen. In veel van zijn boeken geeft hij een indrukwekkend beeld van zijn jeugd. Zoals in Terug naar Oegstgeest. Wat zit je met te dromen? Hij ziet vliegende vissen vliegen. Het gaat niet door, niet. Dat duurt nog wel even, dat jij een verkenner wordt van Christiaan de Wet. Jantje is een leugenaar. 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 Ik wil dood! Ik kom! Terug naar Oegstgeest is een soort onder een bosgrond, een soort mycelium. En overal een verweving. En overal komt de fantasie, hè? En alles wat er met het leven te maken komt, dus paddenstoelen uit de grond. Jan Wolkers was van oorsprong beeldend kunstenaar. Hij heeft dat steeds gecombineerd met zijn schrijverschap. Ik denk, als mijn moeder heeft deze dingen nooit van mij gezien, toen was ze al overleden, maar ik denk dat ze zou zien dat ze zeggen, God, Jan, je hebt je ogen goed de kost gegeven. Wolkers woonde met zijn gezin op Texel. Hij weigerde belangrijke literaire prijzen, zoals de PC Hoofdprijs en de Constantijn Huygensprijs. He, dus ik voel me geschoffeerd gewoon door die prijs. Ik denk, wat is er met me gebeurd? Ben ik ineens slecht gaan schrijven? Heb ik ontucht gepleegd met een van de mannelijke of vrouwelijke juryleden? Heb ik geld aan ze overgemaakt? Ik heb op mijn giroboekje gekeken, maar ook dat was niet waar. Dan denk ik, ja, wat is dat? Wat is er aan de hand? Zijn monument Nooit meer Auschwitz, een gebroken weerspiegeling van de hemel, werd enkele malen vernield. Dat overkwam ook andere glazen kunstwerken van Wolkers, elders in Nederland. Jan Wolkers heeft het monument Nooit meer Auschwitz opnieuw gemaakt en de spiegel weer gebroken. Die pantergang bijna, hè? Moet je dat kijken en er niet naar en die zwaai een... op de ja, fiets nu. Ja, nee, maar wat zo leuk is, dat niet naar een Porsche of een Jaguar, maar gewoon naar een fietsje. Een simpel fietsje, hè? Le poète maudit. Kijk eens, daar verdwijn ik tussen de struiken, zoals een schuwe pad. Jan Wolkers wordt woensdag tijdens een openbare bijeenkomst herdacht op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam, waarna hij in besloten kring zal worden gecremeerd. De dood van Wolkers heeft van Texel, waar hij woonde, tot op het Spui, midden in de Amsterdamse schrijverswereld, veel reacties losgemaakt. Ze vonden hem in het begin een beetje vreemd op Texel, met zijn vrijzinnige manier van schrijven over seks en erotiek. Maar inmiddels was Jan Wolkers in zijn witte huisje helemaal geaccepteerd. Hier stierf hij, op zijn geliefde Texel, toch nog onverwacht. Jan Wolkers was ook niet ziek. En daarom is het feit dat hij nu is gestorven een hele tragische verrassing voor iedereen en ook voor mij. In Hartje Amsterdam, in boekhandel Atheneum, zijn ze vanmiddag al begonnen met een herdenkingsetalage. De medewerkers hadden een speciale band met de schrijver. Als er een nieuwe roman van hem uit was, kwam hij altijd die hier signeren. En dat leverde enorme lange rijen op. Signeerrecords van meer dan 1000 exemplaren tijdens één sessie. En dat is maar voor heel weinig schrijvers weggelegd. Welk boek staat u het meeste bij van Jan Wolkers? Ja, toch Turks Fruit.
Kort Amerikaans was heel bijzonder, was baanbrekend, was nieuw in die tijd. Noemde allerlei dingen, noemde seks met naam en toenaam, wat wij nog niet gewend waren in de literatuur. Nou, oestfeest. Omdat, ik ben zelf ook heel religieus opgevoed en ik voelde me daar enorm door aangesproken toen ik dat las. In Terug naar Oegstgeest blikt Wolkers terug op zijn kindertijd in een gereformeerd gezin. Wolkers betekende veel voor Maarten het Hart, ook een schrijver met een gereformeerde achtergrond. Ja, voor mij was die ontzettend belangrijk, want hij durfde opeens die gereformeerde wereld helemaal in schrille kleuren af te schilderen en daar afstand van te nemen. En dat was daarvoor nog nooit door iemand zo krachtig en zo helder en zo duidelijk naar voren gebracht. Wolkers werd lichamelijk steeds slechter, takelde af. Veel dierbaren sprak hij onlangs nog. Zoals Monique van der Ven, de ster van de verfilming van Turks Fruit. We hebben elkaar afgelopen maand nog gezien. Ben ik naar hem toe gegaan op Texel. En het voelde wel gek genoeg als een afscheid. En toen kwam ik binnen en toen zei hij... we hebben het net over mijn crematie. Dus het is toch wel heel vreemd dat hij dat heeft aangevoeld. En toen was hij behoorlijk goed. Ik zal nooit vergeten, we namen afscheid. En ik was een beetje formeel. Ik gaf hem een hand. En plotseling trekt hij mijn hoofd naar zich toe en zegt van... Godverdomme, wij kunnen toch wel... Hij maakte zijn zin niet af. En we gaven elkaar twee pakkerts. En dat was het. Afscheid. Voorgoed. Van de Velduil. Jan Wolkers is 81 jaar geworden. En vanwege het overlijden van Jan Wolkers worden vanavond extra programma's uitgezonden. Zo kunt u om 12 uur na het Later Journaal op Nederland 1 terecht voor een documentaire over zijn leven en werk. En Nederland 2 zendt om 10:50 een portret uit ten tijde van de 75e verjaardag van Jan Wolkers. En op www.cultura.nl, het digitale themakanaal van de publieke omroep, zijn er diverse documentaires en interviews te zien. En dat is direct na dit journaal.